De kappenzaak van Carlo en Sineke Gordijn is in 2021 na 51 jaar officieel gesloten. Omdat het pand verkocht is, moet het nu leeggeruimd worden. In samenwerking met Klaas en Nelly Boer van Gods Farmers wordt de inventaris opgeruimd en uitgezocht. Een groot deel daarvan gaat op transport naar Bulgarije, zodat het daar opnieuw gebruikt kan worden. Nelly Boer vertelt er meer over. De firma Gordijn die, die gaat stoppen na 53, 54 jaar. Dus echt een gigantisch lange werkzame uh, tijd. Met hun kapsalon en schoonheidssalon. En die hebben ons benaderd van hebben jullie nog belang bij uh, spullen voor Bulgarije? Ja. En dan gaan we bij onze hersenen uh, kraken. Wat kun je daarmee doen? Hoe kun je, dat, uh, hoe kun je met, een, met een wasbak en een professionele stoel en met allerlei apparatuur en, en, en hulpmiddelen, hoe kun je daarmee de mensen in Bulgarije helpen? Ja. En nu gaan we met behulp van een organisatie in Bulgarije. We worden dus uh, jonge vrouwen die, die krijgen een training. om uh, kapster te worden of een specialisten. Met behulp van de spullen die wij kunnen leveren: de, de, de stoelen, de, uh, de wasbakken. Uh, al die apparatuur die daarvoor nodig is. En uh, die meisjes krijgen dus die opleiding. En na een jaar dan kunnen zij zelfstandig verder in hun eigen onderneming. En dan komt er een nieuwe groep trainees die dan weer getraind worden. Om dat vak te leren. Ja. ja, heel veel mensen denken van... we moeten die mensen helpen met, met voedingsmiddelen of met geld. Maar het kan dus ook op zo'n manier, in, echt in de praktijk. Klopt. Kijk, voedingsmiddelen, dat is hulp voor nu. Dat is hulp voor... Uh, mensen hebben heel veel eten nodig. Uh, ze hebben goed uh, eten nodig. Ze hebben medicijnen nodig. Ze hebben kleding nodig. Uh, uh, vrouwen hygiëneproducten is een groot tekort aan. Luiers voor de baby's is een groot tekort aan. is ook bijna onbetaalbaar voor deze mensen. Ja. Daarmee proberen we ze ook te ondersteunen, waar mogelijk. Maar hiermee bouw je aan de toekomst. Want alleen maar uh, iets brengen, waardoor je uh, bij spreken achteruit kunt gaan zitten, van het komt wel naar je toe. Dat is wel goed voor dit moment. Maar vervolgens moet je eens uitstappen om te zorgen: van, ik, ik bouw iets uh, op voor mijn toekomst, voor mij en mijn kinderen. Ja. Dus dat is belangrijk. En het pand wordt dan ja, eigenlijk helemaal leeggeruimd. Ja. Wat doet dat met u? Nou, dat is natuurlijk wel heel bijzonder als wij hier zijn hier begonnen toen ik 25 was. En uh, nou, het is, het is even wennen. En uh, ik heb er ook wel wat moeite mee, maar vooral mijn man heeft er heel veel moeite mee om het los te laten. Dus daarom komt dit ook zo goed uit. Dan heb je er wat meer uh, vrede mee eigenlijk. En als ik dan even denk aan de, hoe dat dan in zijn praktijk gaat, komt er dan een, een vrachtwagen die de producten meeneemt op transport? Ja, we hebben inderdaad een grote vrachtwagen geregeld. Uh, die, uh, die gaat alle spul wat nu in tussenopslag staat, uh, inderdaad uh, opslaan. Uh, meenemen en dat wordt daar bij één uh, van de, de kerken waar we mee samenwerken wordt dat uh, gebracht. Van daaruit wordt het dus rechtstreeks naar de ghettos gebracht, naar de, de, de achterbuurten, uh, naar de mensen die het nodig hebben, want uh, de mensen wonen daar, uh, veel Roma wonen daar in ghettos, echt afgesloten gebieden waar alleen Roma's wonen. Daar komt geen Bulgaar. Die laat zich daar niet zien. Um, en juist die gebieden die ondersteunen wij. En uh, daar proberen wij inderdaad uh, door middel van de ondersteuning uh, ook uh, de liefde van Jezus te laten zien. Want dat is eigenlijk ons hoofddoel. Ja. Uh, maar je kunt het een, uh, hoef je niet los te zien van het ander. Dat, dat gaat samen op. En uh, dat is wel hetgeen wat ons, uh, ons ja, eigenlijk stuurt, voortstuurt om dit te doen.